De slot van die manifestatie van het project Promoting Health in Small Artisanal Mining of Gold heeft vanmorgen plaats gehad. De activiteit is gehouden in de vergaderzaal van de medische zending Primary Healthcare Suriname, PHCS. De medische zending PHCS heeft in dit project samengewerkt met het Rabut UMC uit Nijmegen met financiële steun van de Twinning Faciliteit Suriname-Nederland. In dit project is er een gezondheidsvoorlichtingsprogramma ontwikkeld om het kennisniveau over de gezondheidseffecten van kwik te verhogen. Directeur Edward Vaere juicht dit project toe, aangezien dit voor de medische zending financieel niet haalbaar zou zijn. Het is dus een preventief programma met als doel gezondheidsbevordering van voornamelijk gemeenschappen in het binnenland. Zoals u net zag, dat kan niet. Dat kunnen wij, al willen wij dat doen, kunnen wij niet uit subsidie doen. Net zoals een heleboel of bijna alle gezondheidszorgprogramma's die we willen uitvoeren. Daar hebben we donoren voor nodig. Het twinningproject, de twinningfaciliteit die dit project, dit specifieke project heeft gefinancierd, is dus een dankbare weg voor ons om toch waar we ons voor hebben ingezet, dat we willen doen om dat te kunnen bereiken. In dit project is er ook onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het opzetten van een programma voor biologische monitoring van kwik. Dit werd gedaan bij goudwinners, volwassenen en kinderen van onder andere boven Saramaka, beneden Marwijnen en Sarekreek. De afdeling gezondheidsvoorlichting van de medische zending heeft samen met haar team geprobeerd door middel van animatie, audio en posters de betrokkenen te informeren over kwik. Volgens Janice Robinson van deze afdeling willen de mensen graag meer info en hebben ook andere gebieden gevraagd naar voorlichting over dit vloeibaar metaal. Dus we weten dat onze mensen enthousiast zijn, dat ook vanuit de gemeenschap mensen bereid zijn om die discussie over kwik aan te gaan. En dat mensen ook veel meer willen weten over dit is wat gebeurt, hoe kunnen we onszelf beschermen, maar help ons dan verder binnen dat traject. Dus voor ons is dit nog geen eindstation. Wat we nu ook hebben gedaan is dat het voorlichtingsmateriaal aangepast wordt naar aanleiding van de reacties die wij hebben gehad in het veld. Janice Robinson van de afdeling gezondheidsvoorlichting van de medische zending. Gemeenschapsparticipatie is voor de medische zending heel erg belangrijk. De gemeenschappen als ook de goudwinners hebben enthousiast gereageerd op de voorlichtingssessie.